Zo, daar zijn ze. Evelien en Larry. Zo, goedemorgen. We zijn gestopt onderweg, man. Goedemorgen. We zochten een tankstation hier in de buurt, maar die was dicht en ik moest pissen. Ja. Ja, het is zondag, hè? Ik ga wel even... Ja. Er zit ook nergens een boom. Gewoon in de sloot. Oh. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Nou, zoals jullie hadden gezien zijn Evelien en Larry ook aangekomen. We gaan lekker zoeken. En Evelien heeft al een muntje gevonden. Dus ja, we gaan beginnen. De eerste vondst. Ik weet nog niet precies wat het is. Maar het glimt en er zit versiering op. En hij is niet helemaal heel, geloof ik. En vast geen zilver. Nou, Berry zegt dat hij een prachtig signaal heeft. Ik denk overigens dat mijn vondst gewoon aluminium is. Maar ik kan hem nog niet echt goed schoonmaken. Dus dat komt, dat horen jullie nog. En? Ja. Goudstaaf? Nou, bijna. Een huls. Een koperstaaf. Oh. Zo'n stukje buis. Nou, geen goudstaaf, maar een koperstaaf. Ja. Moet ergens beginnen, hè? Ja. Nou, en Evelien had, nou die, ik weet niet of jullie het zien, daar zo is ze een musketbal ook nog. En voor de rest tot nu toe alleen maar blikjes. Die zilveren dutjes wel, maar. En oor, dingetje. Nou, we hebben even een ruil gedaan. Evelien loopt met de deus van Berry. En Berry loopt met de nox van Evelien. Wat een apparaat zeg, ik hoor alleen maar blub, 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 blub. Ja, en dit klinkt als een natte scheet. Nou, laat eens zien die natte scheet. Wacht, ik ga eerst even hier kijken. Ja, naar... Het is weg nu. Ik zet het al in de kuil en helemaal ligt het oppervlakkig in de kuil. Hé, hey, hij blijft op pinpoint staan, hoe zet je dat weer uit? Hetzelfde knopje nog, oh nee, terug, rechtsboven terug. Nou, dit wordt echt al een groot succes. Ik hoor het al. Zit er überhaupt wat in? Dus ik denk gewoon als je met je pinpointer er nu in gaat, dan helemaal, denk ik nou. Nou, dan komt die rijderschilling naar boven. Ja, die hoort. Hier, pak die van mij. Hé, hey, nou hoor je mijn pinpointer of niet? Ja man. Zo komt het eruit. Ik heb op programma 4 nu, rechtsboven terug. Evelien, je moet niet aan de knopjes zitten. Ik moet recht drukken. Er zit helemaal niks in hier hoor. Ik weet niet eens waar ik moet filmen. Ja, er is helemaal geen vondst in het gat. Daar piept gewoon wel er niks licht. Ik had het niet helemaal iets fout. Nee, ik kwam uit. Nee joh, niet uit. Ik had ook hier, toen kreeg ik een programma te zien. Terug. Is dat terug wel? Is dat gewoon in 9 toch, hot? Ja, maar waarom zie ik dan nu geen VDI? Misschien ligt hier ook niks. Jawel, want ik had 60, 68. Er ligt wel wat. Nou, moet jij luisteren? Dat doen we eens een keer bij jezelf doen. Die gaat via de koptelefoon. Hier. Dus nou is de detector stil. Ja, zie je al dat je net wat... Ja, daar zit het ergens. Wat een natte scheetgeluid. Dat is blik. Hé, hey, ik heb wel wat gevonden met de... Hier, alsjeblieft. Het is wel een beetje toestand zo. Ja, we hebben gewoon beter met onze eigen kunnen lopen. Ik was even benieuwd. Wil je nog verder? Nee hoor. Ik ben dat blub ding ook wel zat al. Blub ding is goed man.
Hoe heet het? Berry heeft toch weer zijn eigen vertrouwde deus. En Evelien loopt ook weer met zijn vertrouwde detector. Ze hadden alle twee een blikje net. Maar dit was wel een mooi signaal. Vonden we allemaal. Dit wordt hem. Oh, en? Wij mogen altijd roken als zilver gevonden hoor. Dus... Oh. Wauw. Mooi hè. Een blikje. Het klonk zo mooi, klonk die. Nou, gefeliciteerd met je derde blikje. Dankjewel. Nou, ik heb iets gevonden. Geen blikje. Dit is het. Nou, ik heb geen idee wat het is. Beter dan een blikje. Oeh, Berry, wat heb je? Ja, ik heb een muntje. Goudkleurig. Oeh. Rond. Ja. Nou, zou dit dan eindelijk je topvondst worden? Ja. Dat is denk ik 20 euro cent. Een gouden 20 50 euro. Of 50 cent. 20 volgens mij. Cent. 20 euro cent. Nou, ja. Top. Hij is goudkleurig en het is een munt. Ja, ik ben er echt blij mee. Mijn eerste muntje. Een goudkleurige munt. Een goudkleurige munt. Ja, 20 cent. Ik haal hem eruit en dan zie je een goudkleurig randje. Ik denk nou... Ja, dan word je even zenuwachtig, hè? Helaas. Zeker. Een muntje! Yes! Het duurde eventjes. Nou, we zijn ook al bijna al die velden helemaal achtergegaan, maar... Ja. Een groen muntje. Een muntje, nou, dat is toch wel bijzonder hier. Ja, heel bijzonder. Verder ligt er niet zoveel. Behalve blikjes. Wat voor muntje is het? Een groene. Ik heb geen recent. Nee, die is wel echt een oude. Okay. Een ouwertje. Een ouwertje. Denk ik. Maar we gaan door naar de volgende akker, denk ik. Want of Larry moet hier in één keer een topvondst uit de grond toveren. Daar ligt hij. En we zijn ondertussen helemaal aan de andere kant weer van het veld. En echt helemaal geen signalen. Zo. Dus ik ben blij dat ik weer een muntje heb. En er staat ook nog wel wat op. Dat kan ik alleen nu niet zien. Maar ik laat hem even opdrogen en dan zien jullie natuurlijk de foto in beeld. Maar eindelijk weer wat. Yes. Ja? Ben je blij? Nou ja, het is in ieder geval iets. Het is zo'n speellootje. Oh ja. Nou, je eerste vondst. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Oh, het is koud hè? Nou. Ik heb mijn capuchon opgedaan. Ja, dat ging met zelf bij mij in de wind. Ja, dat zag ik, dus ik dacht ik ga hem ook maar opzetten. Ja, het is wel, dat scheelt wel. Beter. Nou, op naar meer. Ja. Meer zon ook. Ja, Berry heeft ook een muntje. Yay, we hebben een nieuwe akker gescoord, want die andere was toch niet zo best. Nou, ik heb nog niks uit de grond gehaald, maar ik heb wel de eerste pijpenkopje, tenminste een stukje ervan. En een mooie scherf gevonden. Dus dat belooft wel veel goeds. En Berry heeft weer een muntje, een heel kleintje. En wat erop staat, weten we nog niet. Oh, dus Willem. Halve Willemsen, denk ik. Ja. Willem. Hij is nog goed leesbaar ook. Ja. Ja, leuk. Halve Willemsen. Nou, dat gaat lekker. Ik heb een weerbeslagje. Hij is een beetje krom aan één kant, maar het was een... Ja. Leuk. Nou, dit is wel een beter veld dan net, hè? Ja, dit is veel beter. Ja. We gaan ervoor. En weer een muntje. Ja, er liggen er hier een hele hoop. Pak ze achter elkaar nou. Ja. Ik herken hem nog niet. Nee, ik ook niet. Maar het is in ieder geval munt. Daarom. Blij mee. Yes, ook een muntje. Dit is
even kijken welke. Ja, het is zo modderig dat ik het echt niet kan zien nu. Ik ga het thuis schoonmaken. Maar het is weer een muntje, yes. Nou, ik heb net wat gevonden, wat Barry ook had gevonden. En zo'n stukje leerbeslag. Alleen die van mij is heel. Dan zie je inderdaad dus dat het een kruisje was. Nou, leuk. Muntje! Muntje! Ja. Ja, wat voor een. Zeg maar. Maak er wat van. Kale. Dankjewel. Oh ja, niet tegen mij. Nee. Nou, kijk eens wat leuk. Twee musketballen. Eén van Barry en één van mij. Nou, daar vond ik dus de musketbal. En Barry dacht, nou, dat is een goede baan. Ik ga er even lopen. En wat haalt hij eruit? Een muntje. Een muntje. Uit jouw baan. Ja. Nou, je mag hem, je hebt hem wel verdiend, maar niet helemaal eerlijk. Nee, uit jouw baantje. Foei. Maar ja, maakt niet uit. Dat is een hele mooie kale. Het is gelukkig geen zilver. Dat zou wat zijn, hè? Nou ja, ik denk dat die kaal is. Ja. Dan past die ook beter. Soort zoeksoort. Past die beter bij mij, hè? Daarom. Dikke bak met bieten. Bieten. Wat heb je? Een oort. Oeh. Oh, die is mooi. Ja, gaaf. Jee. Nou, kanten. Dat is al een beter veldje dan waar we net waren, ja. In ieder geval. Tenminste, daar begon je ook met een munt. Ja, maar dat was een stuiver. Nou. Nog steeds niet allemaal, maar het leek erg op een stuiver. Heb je hem daar nog of niet? Ja, kijk. Volgens mij is het gewoon een stuiver. Ik weet het niet, maar het leek er wel veel op. Ik heb echt geen idee, maar dat muntje wat ik had was inderdaad ook zo heel groen. Ik denk dat het stuivertje. Nou. Ik kwam ook wel hetzelfde binnen. Dus. Op naar meer. Yo. Nou. Nou. Volgende munt is weer binnen. Ja. Kunnen we hem herkennen? Dat weet ik niet. Of weer kaal. De man. Zo is mijn van allen. En Larry had ook wat. Wij denken een gespje. Zou kunnen. Want zou hier kunnen, zit nog een klein pieletje aan me. Maar het is heel klein. We houden het gewoon op een gespje. We houden het op een gespje, ja. Laat zien. De munt. Nou. Zie, er staat wel wat op, hè? Ja. Kijken. Ik, Ja, heel als bijzonder. Ja, oh, Willem zet. Die had ik ook net. Een knoop. Oh ja, en een knoopje. Dat is een beetje een raar model. Ja. Maar het is wel een knoop. Ja. Wel meer. Nou, lekker bezig. Dus dit veld is beter. Ja. Ik krijg nu weer hoop op mijn Zeeuwse tietknoop. Want die heb ik nog niet, Annemiek. Oh, ik ben. Staat op mijn bucketlist. Ik heb er al drie. Ja, oh nee, vier. Één. Nou, dan gaan we. Daar komen hier nooit. En je moet toch een beetje in het zuiden zitten. Lijkt het als je tietknopen wil vinden. Nou, we gaan voor de tietknoop. En ik ga voor de gouden munt. Is dat goed? Ja, ik hoor weer wat. Ik hoor Larry heeft een muntje. Nou, ondertussen heb ik nog steeds. Ik heb niks deze kant op gekomen. Ondertussen heb ik nog steeds niet zelf gezocht. Ja, ook zo'n mooie groene. Ja, hij lag ook bovenop. Ik ging erover en. Hey, daar ligt hij. Nou, ik denk dat het wel goed gaat komen nu. Nou, Annemiek, je moet zelf ook zoeken, jongen. Ja. Maar ja, als jullie steeds mooie muntje. Dingen blijven vinden. Zie je? Dit is een beter veld. Zeker weten. Wij waren hier gewoon gisteren veel te snel weg. Nou, het was ook zo koud. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het waaide heel hard. Het zal ja, weer rot mooi. Zijn, maar het is een munt. Nou, ga ik ook even zoeken, hoor. Ja hoor, ik heb ook een muntje. Daar ligt hij. Zien jullie hem? Lekker groen. Even kijken wat voor munt het is. Ik denk dat ik hem niet kan herkennen. Helaas, maar ik ben wel blij dat ik ook een munt heb. Nou, iedereen is lekker aan het zoeken.
Niet te zien vanaf hier op de camera, maar goed. We gaan lekker door. Ik heb een vingerhoedje. Even een beetje schoonmaken. Kijken of we... Ja, het is echt wel een vingerhoedje. Heel klein deukje erin, maar verder is die wel helemaal heel. Hier is een klein deukje. Maar verder is die wel helemaal heel, dus dat is wel leuk. Ja, top. Ik weet alleen dat op sommige weer zo'n leerbeslag. Op sommige oortjes, weet je, op sommige oortjes staat die boer en op een andere oortje staan drie wapens. En die met drie wapens heb ik nu weer. Die had ik ook in het bos toen bij ons. En een ringding. Oh jeetje, tuurlijk. Laat ik hem weer vallen. Moeilijk vasthouden. Nou, leuk. Nou, dat is een leuk pakketje om uit te pakken. Ja, dat lijkt toch weer heel erg veel op een muntje. Ja. Ja, oh. Hé, hey, er staat wel wat op. Ja. Die is wel... Hij is mooi groen. Ja, maar je kan hem wel, je kan het wel nog... Al weet ik niet wat voor munt het is, maar... Hij is wel nog goed te herkennen. Daar ging hij weer bijna. Nou, misschien even... In het plasje. In het plasje. Daar, diepe. We hebben geen kanaal, dus we doen het in het plasje. Ja. Nou, zo diep is die eigenlijk niet. Nee, maar het is wel genoeg om even schoon te poetsen, toch? En er is wel duidelijk een wapen op te zien. Ja, alleen wat? Ja. Geen idee, maar het is wel een mooie munt. Dat dacht ik. Top. Zien jullie hem? Nou, daar ligt hij. Een munt, denk ik, ja. En het is best wel een grote munt ook. Oh nee, het is geen munt. Het is een hangertje. Oh, mooi. Die ga ik even schoonmaken. Moment. Nou, ik heb hem een beetje schoon kunnen maken. En ik heb er een foto van gemaakt, anders kon ik het niet lezen. Evelien kon het wel lezen. Er staat op geboren 1909, 30 april. En er staat een dubbel hoofd op. Dus ik ga het nog even verder uitzoeken en dan komt er een foto in beeld. We hebben allebei een muntje tegelijk. Zijn jullie aan het synchroon zoeken? Wat heb je allemaal hier, Barry? Ja, een kluit. Een kluitje. En, We verwachten een hele hoop. Oh, hier. Ja, hij zit al aan de... Oh. Dat krijgt de tering. Godverdomme. Hij leek zo mooi. Een heel mooi blikje. Nou, wauw. Oh, het is een tube, hè? Oh, een tube. Ja, oh, het is wel... Nou, fantastisch. Niet zomaar een blikje, hoor. Ik heb wel iets. Wat is dat? Oh, een haakje. Een haakje of zo. Zo, een haakje voor aan de muur. Ja. Nou, die is wel leuk. Ja, dat is beter, dan die tube. Je wordt er zeker niet uitgeknipt, dit. Nee, je blijft erin zo. Met je tube. Nou, Barry heeft iets... Een duivering. Een duivering met een stukje duif. Ja, zijn poot zit er nog in. Oh. Nou, gaat zien. Neem je mee in je tassie? Ik trek hem van de poot. Trek ik eruit. Oh ja, goed zo. De ring bewaren, want die wil Huub dinges. Huub dinges? Die spaart dat. Ja. Oké. Niet helemaal mijn eigen vondst, maar ik heb hem opgegraven, dus ik mag hem hebben. Een muntje. En een halve meter verder lag een musketballetje. Even kijken hoor. Plasje opzoeken. Even de batterij wisselen. Ik zie nog niet wat voor muntje het is, maar er staat wel wat op, dus komt wel goed, denk ik. En anders niet. En wat heb jij? Knoopje. Ja. Ah, leuk. Zit niks meer achterop, maar
Een Zeeuws knoopje misschien wel. Ja, dat denk ik wel. En het zonnetje schijnt. Zien jullie hem? Daar ligt hij. Een muntje, yes. Kijken of ik hem kan herkennen zo. 1, 2, 3 met alle modder. Ja, er staat wel wat op. Nou, ik laat hem even opdrogen en dan zien jullie de foto zo aan het einde van de video. Maar, een muntje. Lekker. Nou, dit is wat ik er tot nu toe heb afgekregen. Geen idee. Van Annemiek is er nooit eens schoon geweest. Zo, eind van de dag. Poetsen. Even lekker poetsen. Alles weer schoon. Dat kan nu wel, hè? Berry, je hoeft niet het gras te maaien. Kijk eens even hoe schoon je schep is. Ja, bedankt. De laatste keer dat hij zo uitzag was toen hij uit de winkel kwam. Zo ongeveer wel, ja. Oh ja, nog even laten zien hoe Evelien eruit ziet. Ja. Dus altijd, deze regenbroek gaat tot 2 jaar mee. Lekker modderig. Maar inderdaad, ik zit altijd helemaal onder aan deze kant. En aan de achterkant heb je, hoorde ik, altijd één zo'n vieze bil. Ja, dat klopt. Ja, op mijn schoenen leunen, ja. Nou, lekker toch? Ah ja, lekker modderig. Nou, dat was het weer. Bedankt voor het kijken allemaal. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Hop, ik vond het leuk. En Larry vond het ook leuk zo te zien. Vond het ook zeker leuk. En Perry ook. En Evelien ook. Bedankt. Het was weer gezellig. En tot de volgende video. Doei!